Dit keer in Via Cultura Weekend Magazine. En Joop Vastenhout vertelt over zijn benefiet voor Via Cultura. Inmiddels aangeschoven Jos van Putten, Joop Vastenhout. Joop, als je nou kijkt naar zo'n item over op stapel staande bezuinigingen op cultuur. Hoe kijk jij daar nou als muzikant naar? Ja, het is voor ons verschrikkelijk natuurlijk. Ja. Ik bedoel, er is al zoveel wegbezuinigd. En het ziet er ook niet naar uit dat het wat meer wordt, weet je wel. Het wordt alleen maar minder. Ja. En dat, ja, continu. Ja, misschien een vraag aan Jos ook. Van hoe belangrijk vind jij cultuur in de samenleving? Ik bedoel, kun je daar wat van schetsen? Nou, cultuur is natuurlijk heel belangrijk. Alleen al het feit dat alle mensen regelmatig bij elkaar komen allerlei dingen te bekijken en te doen. Ja. Dat is nou natuurlijk in de coronatijd is het helemaal niets. Maar we proberen niet te bezuinigen en er gewoon mee door te gaan. Ja, gewoon, het heeft een waarde in zichzelf. Nou heb ik jullie hier uitgenodigd. Het wordt een beetje preken voor eigen parochie, zal ik de luisteraar en de kijker bekennen. Want Jos en Joop, jullie hebben een prachtig initiatief gelanceerd. Dat gaat zondag plaatsvinden. Jullie organiseren een benefiet voor ons eigen Via Cultura. Joop, hoe kwam je op dat idee? Ja, hoe kwam je op het idee? Ik vind, als je jullie hebben een leerplek voor kinderen. Hè, en dan hoor ik van met name Ilse wat er eigenlijk allemaal, wat jullie tekortkomen. Ja. En dan denk ik, ja, een trieste zaak eigenlijk. En als wij er iets aan kunnen veranderen, en dat hoop ik dan, dan zouden we dat zeker niet nalaten. Ja, ja. Nou ja, misschien kan ik even een beetje toelichten voor de kijkers en luisteraars thuis hoe dat in elkaar zit. We komen inderdaad van alles tekort. In het filmpje met Treintje van Essen kon je ook horen dat we ook plofkapjes voor de wind tekort komen. Via Cultura is een vrijwilligersclub. Echt met heel veel mensen die met ziel en zaligheid werken aan radio en televisie op donderdagavond of zoals hier nu op vrijdagochtend. Dat gebeurt met ongelooflijk veel passie, energie en plezier. En we hebben inderdaad, je refereerde er al even aan, Joop, ook een aantal stagiaires. Jongeren die in die media opgeleid willen worden en daar hun toekomst in gaan zoeken. Dus ook wij werken met jongeren die meewerken aan de totstandkoming van onze programma's. Vind ik zelf in ieder geval ook hartstikke leuk om te doen, want dat houdt je ook scherp. En met die generatie ook bouwen aan zoiets is hartstikke leuk. En we komen inderdaad van allerlei dingen tekort om heel goed die programma's te kunnen vormgeven en te kunnen bekijken. Ik bedoel, ik zal anekdotisch maar vast verklappen dat als wij zo'n filmpje maken als bijvoorbeeld in de Willem, dat doen we op een iPhone. En dan moet je zien dat te versturen naar je computer. Het zijn hele grote bestanden, het loopt vast, er gebeurt van alles mee. Dus we hebben echt wel behoefte aan heel veel middelen die ons helpen om die programma's goed te kunnen maken. Jos van Putten, jij helpt Joop met dit benefiet. Ja. Hoe heeft hij jou er zo in meegesleept? Nou, daar zit een hele lange historie aan, want wij doen dat al 12 jaar. Voor allerlei goede doelen. Dus we kunnen in deze tijd geen concerten doen in een theater of in een dolhuis of weet ik wat. Ja. Dus hebben wij gezocht naar een plek om dat online te kunnen doen. En op die manier zijn we hier terechtgekomen. Ja, en online doen, hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, dus met een livestream. Livestream. Ja, maar wij hadden zelf geen idee hoe dat te doen. Ben je ietsje dichter op de microfoon? Zelf geen idee hoe we zoiets moesten doen. Ja. En ja, jullie weten dat. Ja, dus de livestream, Joop, wordt zondag heel erg belangrijk. Ja, ja. Ja, ja. Ja, voor mij een dubbel natuurlijk, omdat ik zelf moet spelen met mijn band. En dat is voor deze band het eerste optreden, dus ik ben zeer benieuwd. Ja, ja, en jouw compaan Jos zei al van jullie doen al 12 jaar dit soort benefiets. En jullie zetten je al 12 jaar wat dat betreft in voor organisaties in de samenleving. Hoe is dat zo ontstaan ooit? Wat maakt dat de bluesband waar jij deel van uitmaakt, waar je de voorman van bent, ook zo begaan is met
organisaties waar je je hart voor maakt? Dat was, ik was op een gegeven moment, werd ik 60, dus al even geleden. En toen zei iedereen, waar ga je dat vieren? En toen zei ik, met veel bluf, dat doe ik in Bibelo. Dus het oude Bibelo. Mm-hmm. Ik zeg, want er komen zoveel mensen die, Bibelo zou daar geschikt voor kunnen zijn. Het rare was, ik was uitverkocht, tenminste vol. Maar dat leverde geld op. Mm-hmm. Maar daar zit ik niet op te wachten. Dus ik zeg, joh, wat gaan we daarmee doen? Toen hebben we dat geschonken, samen met Jos hebben we dat geregeld, aan Hospice de Patio. En nou, dat gaf een hoop voldoening eigenlijk. En dat was eigenlijk de start van Goodwill Concerts. Ja. Dus wij zijn toen door blijven gaan voor Doe een Wens en nou ja, god, tal van activiteiten. Ja. En nog steeds met heel veel plezier. Dus ja, dat is min of meer toevallig ontstaan dan op dat moment. Ja, Ik herinner mij in ieder geval misschien niet echt een goodwill concert, maar één benefiet die je ook georganiseerd hebt, die mij sterk is bijgebleven. Toen Café Arena stopgezet had café. In de problemen kwam omdat ze ineens met 2 weken sluiting geconfronteerd werd. Ja. Toen stond jij ook onmiddellijk op. Ja, dat vond ik ook zo verschrikkelijk onterecht. En in dit geval was het bij Arena, maar dat had natuurlijk overal kunnen gebeuren. Ja. Dat buiten jouw schuld om, dat jij daarvoor bestraft wordt. Dat wilde bij mij gewoon niet in. Dus mijn rechtvaardigheidsgevoel die komt er in het geding, zeg maar. Mm-hmm. En toen dacht ik, ik moet er gewoon iets voor doen. Goed, je bent er zelf bij geweest. Ik ben niet het hele weekend, want je hebt een heel weekend lang ja, allemaal dagen. Muzikanten bereid gevonden om in dat café te spelen. Ja, ja. Het was in ieder geval een heel erg geweldig weekend volgens mij. Ja, zeker. Zeker, voor iedereen denk ik die geweest is. En het was ontzettend druk, hè? Zelfs in die straten en op de voorstraat stonden er ook mensen. En, het was voor corona, hè? Je mocht nog hutje. Ja, toen kon het nog. Ja. Ja. Maar dat heb ik ook. Ook hebben we dat weer met veel plezier gedaan. Ja. Hè? En dan kan je toch zien dat met samen kan je gewoon een hoop bereiken. En daar heb je natuurlijk dingen voor nodig als media en noem maar op. Mm-hmm. En daar hebben we eigenlijk altijd alle medewerking van gehad. Dus daar ook ontzettend mooi om. Ja, en Jos, was jij ook betrokken bij dat weekend in de arena? Nee, ik was op vakantie toen. Je was op vakantie, ja. Maar jullie hebben het er wel over gehad? We hebben het er wel over gehad, ja. En denk je dan, oh jee, wat gaat Joop nu weer doen? Of nee. Meteen de handen uit de mouwen? Nee, wat dat er gaat, zijn we het altijd wel met elkaar eens. Ja. Dus, nee, maar ik was toen weg en dat is op heel korte termijn georganiseerd toen natuurlijk. Ja. Dus we hebben dan wel telefonisch contact toen en wat. Maar dat was een van de weinigen waar ik dus eigenlijk niet bij ben geweest. Ja, oké. Okay. Het was een heel bijzonder weekend in ieder geval. Joop, we troffen elkaar ook nog toen. Ik heb hier een uitzending gemaakt in augustus, 2 uur lang met Arena. Toen ze besloten had om haar café stop te zetten. Jij hebt toen ook hier gespeeld. In het programma van Via Cultura, dus dat was ook in die zin deelnemen. Je zit vaker in Via Cultura aan een programma zoals wij dat maken. Wanneer ontstond nu bij jou het idee van die organisatie, Via Cultura, ga ik nu helpen om daar wat mee te gaan doen? Ja, ik weet niet. Ik zit zo in elkaar, denk ik. Ja. Als ik zie gelijk dat soort dingen en dan denk ik, wat zou ik er dan bijvoorbeeld aan kunnen doen? Of in dit geval wij, met Goodwill Concerts. Mm-hmm. En kunnen we daar iets in betekenen? Nou ja, dan ga ik naar Jos en dan overleggen dat. Dan kijken, is dat reëel? Kan dat? Ja. En zo zijn we hier ook terechtgekomen. Ja. En wat komt er nou allemaal bij kijken om zo'n Goodwill Concert, want het klinkt heel simpel, je gaat hier met een band op het podium staan, we gaan dat livestreamen. Maar wat komt er allemaal bij kijken om dat tot stand te brengen? Ja, dat komt er bij kijken. Eerst, in dit geval van aanstaande zondag, is het natuurlijk dat je 2 bands nodig hebt. Hè? Dus Makkie was het natuurlijk dat ik zelf speel. Ja. En de andere band zijn vrienden, ook een verschrikkelijk goede band trouwens. Mm-hmm.
En nou, kijk, je zegt dat is het doel, willen jullie daar ook voor spelen? Ja. Het levert niks op, dus je krijgt helemaal niks. Alleen moet je, als het even kan, wat meebrengen. Nou, en dan zeggen ze, oké, dat is goed. Dus, nou, dus dat gaat dan makkelijk. Dan moet ik met Ilse kortsluiten natuurlijk, nou, hoe gaan we dat dan doen en wat zijn de tijden? En ook weer met Hans, hè? Die jongen die zet het geluid hier neer. Ja. Dus moet je lijsten maken van wie doet wat en wat heb je nodig. Maar dat doe ik al zoveel jaar, dus mij zegt dat niet zoveel. Mm-hmm. Dus dat gaat makkelijk. Ja, dus, want er komt behoorlijk wat bij kijken om... ja, het gaat niet vanzelf. Om een band goed versterkt hier op het podium te krijgen en... ja, misschien ook goed om een keer nog uit te leggen aan kijkers en luisteraars thuis. Want we maken altijd live programma's met Via Cultura. We zitten hier ook live in de Biesboshal met elkaar te praten. Hans de Bruin is altijd heel belangrijk om al die techniek in te regelen. Ja. En op donderdagavond is dat niet anders. Maken we 2 uur live ook radio en televisie, ook tegenwoordig in de Biesboshal. Vroeger gingen we door cafés door de hele stad heen. Met corona lukt dat niet meer. We zijn heel blij met de vaste locatie overigens, maar dat nomadische bestaan was ook hartstikke leuk. Maar mensen staan er wellicht niet zo bij stil, maar er komt inderdaad heel veel bij kijken om 2 uur live of vandaag dan 1 uur live televisie en radio te kunnen brengen. Of om live een band te kunnen gaan streamen. Zit jij zelf ook in dat concept van dat je weet wat er allemaal komt kijken voordat die band hier op het podium staat? Of, nou, jouw rol een heel andere? Nee, Joop die zorgt voor de bands en het geluid. Hmm. En alles wat daar dan weer omheen hangt. Dus afspraken met een zaal of het huren van een geluidsinstallatie of die soort dingen. Dat doe ik dan weer. Mm-hmm. Ja. En ik houd de kast bij. Je houdt de kast bij. Dat is niet onbelangrijk natuurlijk. Nee. En als je nou door die 12 jaar terugkijkt dat jullie dit soort benefiets organiseren. Wat voor bedragen of wat voor hulp praten we dan over voor de organisaties waar jullie een warm hart voor hebben? Voor welke organisaties wij georganiseerd hebben, bedoel je? Wat je gedaan hebt en wat dat oplevert voor zo'n organisatie. Nou, wij hebben, voor Doem en Wens hebben wij wel concerten gedaan die rond de 7000 euro opleverden. Zo. Maar dat was eigenlijk voor de vorige crisis. Ja. En dat is toen allemaal een beetje teruggelopen. Mm-hmm. En toen zijn wij concerten gaan doen voor het dierenasiel en voor de voedselbank. Ja, voor de voedselbank. Ja, voor de voedselbank is het dan zo dat wij het zonder geld... En dan kunnen de mensen iets meenemen voor de voedselbank, dus eten. Ja. En voor het dierenasiel werkt dat eigenlijk precies hetzelfde. Mm-hmm. En dat gaat heel goed. Ja, dus voor de voedselbank verzamelden jullie geen geld, maar gewoon echt concreet producten die vanuit de voedselbank dan weer hun bestemming vonden. Ja, die gaan naar de voedselbank. En het typische is dan als je een entree vraagt van bijvoorbeeld 10 euro voor een concert. Ja. Nou dan, ja, moet je blij zijn dat er 50 of 100 man komen. En als je vraagt of ze eten mee willen nemen voor de voedselbank, dan nemen ze voor 3 of 4 tientjes eten mee. Ja, dus dat maakt het ineens niet uit. Ja, dan weten de mensen natuurlijk zeker dat het goed besteed gaat worden. Ja, en dan dat hebben we een aantal keren gedaan en dat had een hele goede opbrengst. Ja, en dat komt dan natuurlijk ook echt uit het goed hart van alle bezoekers van het concert en de voedselbank. Ja, het is eigenlijk triest dat het moet bestaan, maar heel fijn dat het bestaat. Doen ook al heel wat jaren heel erg goed werk in Dordrecht. Als we nou gaan kijken naar aanstaande zondag, Joop. 2 bands op het podium. Hoe gaat de middag, of hoe gaat die eruit zien? Nou, beginnen jullie, begint de andere band? Ik ga ervan uit dat ik met mijn band begin. Mm-hmm. Mocht het anders zijn, dan beslissen we dat hier. Maar ja. Ik ga er gemakshalve even vanuit dat wij beginnen. En dan spelen we een uur. Mm-hmm. En dan komt de andere band. En we hebben dus 1 installatie, zetten we neer. Dus dan hoeven we niet te wisselen. Dus je hebt niet een hele moeilijke, dat lijkt me bij festivals ook altijd heel lastig. De opeenvolging van bands. Je moet toch altijd dingen inregelen.
Ja, maar dat is simpel. Ik zet altijd één backline neer, dus waar we op spelen, zeg maar. Mm-hmm. En één drumstijl. Dan hoef je één soundcheck te doen en dan zijn die dingen in orde. Dus dat hoef je niet meer te doen. Dan kan het natuurlijk zijn dat een gitarist liever op een eigen versterker speelt, maar dan hoef je alleen maar één versterkertje weg te halen en de andere neer te zetten. Dus dat gaat, gaat vrij vlot. Ja. Ken ik jou met je band in ieder geval als bluesliefhebbers. Waar ik zelf ook altijd heel erg van kan genieten, moet ik je bekennen. Lekkere, stevige blues gaat er bij mij wel in. De andere band, wie zijn het? Wat is hun repertoire? Die spelen eigenlijk van alles wat, hoor. En dat, dat doen ze heel erg goed. Bijvoorbeeld nummers zoals Reda Love van de Koldering. Weet je wel, echt een heel breed repertoire hebben ze. Een echte coverband. Ja, maar ook, ook echt een goeie. Mm-hmm. Ja. Dus ik kijk er zelf ook met veel plezier naar. Dus wacht, ik ga even een dingetje omhoog houden. De flyer van aanstaande zondag. Er kunnen niet zo heel veel mensen fysiek bij zijn. Ik bedoel, er mogen er geloof ik 30 worden toegelaten. Ja. Dus de livestream wordt heel erg belangrijk. Dan heb ik onmiddellijk zoiets van, hoe zit het dan precies, hoe organiseer je een benefiet? Je wilt toch geld ophalen. Ja. Met een livestream, hoe hebben jullie daarover nagedacht? Nou, met dat livestream, dan kan je alleen maar goodwill wegzetten. Hè? En hopen dat mensen dus bereid zijn om iets voor ons te doen, voor jullie. En anders komt het daarna, na het concert. Mm-hmm. Maar we hebben dat altijd al redelijk goed voor elkaar gekregen. Hè? Ik heb zelfs al iets meegebracht voor je. Ja. Ja. Gekregen van een enthousiaste meneer. Nou, dit is de eerste laptop en we hopen dan nog vele volgen. Nou, geweldig. Ik heb ontzettend veel plezier ermee. Dankjewel, Joop. In ieder geval heel mooi dat al voordat de benefiet begint, één tas met de eerste laptop ontvangen is. Namens Ilse, die heel druk is op dit moment met de regie en de techniek en alles wat daarmee samenhangt. Reuze bedankt voor deze laptop. Die gaat een hele goede bestemming krijgen. Wij hopen natuurlijk nog op veel meer donaties en steun om deze organisatie, waar ik zelf dan een heel klein radertje in ben, verder te helpen. Jos, we hadden het net al over. De benefiet gaat via een livestream. Jij let op de penningen. Heb jij zelf een beeld van hoe dat zal gaan verlopen als je een benefiet hebt waar gewoon niet de zaal uitpeilt, maar je toch wat wil bereiken? Nee, ik denk niet dat het in dit geval veel oplevert eigenlijk, qua geld. Wel voor laptops en telefoons. Mm-hmm. Maar goed, dan zal het een keer zo zijn dat we er geld bij leggen. Ja. Maar dan hebben we wel deze organisatie ondersteund. Ja, ja, dat is heel erg mooi om te horen. En Joop, reuze bedankt voor de eerste laptop al. Daar zijn wij reuze mee geholpen en reuze blij mee natuurlijk. Maar is dat nou ook een beetje hoe de benefiet wat dat betreft ook put uit jullie eigen waarschijnlijk hele grote netwerk hier in Dordrecht? Ja, dus die heb ik ook. Ja. En ik heb al zelfs mensen uit Roemenië die een zondag dit ook live gaan volgen. Dus dat, en in Engeland. Dus dat gaat overal heen. Dus we gaan livestreamen hier vanuit deze hal. En dan doen we dus direct ook weer oproepen voor laptops en dergelijke. Ja, en zelfs mensen die het in Roemenië volgen. Nou ben ik gewend dat we ook organisaties hebben die van alles naar Roemenië brengen. Maar dat kan maar zo wat terugkomen. Nee, maar ik vind het leuk. Die zitten daarin en die zeggen, joh, geef mij dadelijk dat door waar ik dat op kan volgen. En die hebben daar in de buurt, hebben ze dus een lokaaltje. En daar zetten ze dan zo'n televisie of een scherm neer, weet ik veel. En dan gaat dat, die buurtgemeenschap, die gaan dat zitten volgen daar. Ja, dus grappig.
Dat is wel een heel, heel leuk beeld dat we weten dat zondag hier een band speelt die dan ook door een groep mensen in Roemenië gevolgd wordt. Ja. Engeland noemde je ook al. En uit je eigen netwerk, ik bedoel, die 30 man die hier naartoe gaan komen. Het is al uitverkocht, bij wijze van spreken? Of? Ja. Nee, maar kijk, er zijn nog allerlei mogelijkheden gestaan. Nou, we spelen hier, het is allemaal goed gegaan. Dan zijn wij in staat om daar bijvoorbeeld ook een cd van te maken. Een dvd. En die kunnen we verkopen en de opbrengst is ook gewoon voor jullie. Ja. Hè? Op die manier proberen we geld te genereren. Dus je hebt buiten het feit dat je hier gewoon gaat spelen, het geeft een spin-off waar je nog weer nieuwe dingen mee kunt gaan doen. Ja. Is dat plan voor jullie ook al concreet van lekker een uur hier spelen en we zetten het op een cd vast? Of, Nou ja, goed, daar hebben we het al over gehad. Dus iedereen die meespeelt hier, die zegt ja prima joh. Nee. Ja, want jouw band, je speelt al behoorlijk wat jaren met elkaar, geloof ik, hè? Wat zeg? Je speelt al behoorlijk wat jaren met elkaar samen. Nee, dit is een hele nieuwe band. Een nieuwe band, ja. Dus het eerste optreden. Dus niet de band zoals ik het gewend ben. Nee. En we spelen ook veel eigen nummers. Ja. En dat deed ik voorheen eigenlijk ook niet echt. En we hebben dus met twee extra zangeresjes gerepeteerd. En dat doen we vanavond nog een keer. En die zijn er zondag ook bij. Top. Nou ja, Joop, Jos, mag ik jullie heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid in dit programma. Ja. Ik wens jullie hartstikke veel succes zondag. Blij dat jullie dit voor ons doen. Via Cultura wordt daar enorm mee geholpen. En wij beloven de luisteraar en de kijker, we blijven mooie programma's maken. En straks mede mogelijk omdat jullie je inzetten met dit benefiet. Reuze bedankt daarvoor.